Goedendag, welkom terug bij de coronabox-ceremonie. Het was een heel regenachtige dag. Over ons donker. En gisteren, amai jongens toch, wat gisteren daar gebeurd in de vrienden, de stoet. Man, dat is het allemaal het nieuws wel gezien waarschijnlijk, dus moet er niks over, niet veel meer over zeggen. Maar dat is dat is eigenlijk wel een soepje, nee. Dat is wat is dat? Heb wat trek dat? Nee, heb wat trek dat? Heb niks in. Bon, ja. Ik zo her en daar ook een beetje een impact van die vaccinatie. Van de vaccinatie dat ze er al de schouders gaan onderzetten. Dat het rapper en rapper zo moet gaan. En dat is natuurlijk vrij goed nieuws, hè. Wie weet. Gaat deze zomer nog iets. Gaat deze zomer toch nog iets rijden. Laten we hopen, laten we bidden. De sterf. De cijfers blijven dalen. Vandaag zijn er 56 nieuwe bijgekomen. 56 is natuurlijk nog een serieus stuk meer dan dat eigenlijk zou mogen. Maar dat doen we niet. Vandaag zijn de 7e. Ja. Kijk, er ligt nog iets op maart. Ja, dat doet natuurlijk wel een beetje nauwzinder. Die dingen. Die protesten worden in de VS. je hebt de sociale media kit, en meer bepaald Twitter. Doen er zo verschillende theorieën de ronde van dat eigenlijk hen Trump-aanhangers worden, maar. Van die Black Lives Matter protesters en
Antifa-protesters. En ja, hoogstwaarschijnlijk is dat de SJV. Ja, hoe het is eigenlijk wel degelijk Trump-supporters zijn, dat dan natuurlijk wel zeggen van hoe dat die alt-right door te werk gaat. Hoe je, hoe je geweld ding is, lukt. Toen zijn ze waarschijnlijk helden. En het niet lukt, kijk, toen smitten ze je. Toen werd je bestempeld als ja, hoe moet ik zeggen, werd je gebruikt in de propaganda. Toen zie je eigenlijk gewoon een wegwerpmaatschappij geweest. Ja, kijk, hier, dat zijn genechten en het zijn mensen niet georchestreerd in. Dus ja, in feite gebruiken ze gewoon die mensen. Ze gebruiken die mensen eigenlijk. Ja. Dus als je een Trump-supporter zit, wees er maar gerust in dat ze je gaan gebruiken. Wat, mensen, merci voor de kie. En we zijn akkoord morgen weer. Ik ga het er nu weer gebeuren vanavond. Morgen.